Verkeersregelaars en motorrijders hebben zaterdagochtend een eerbetoon gehouden voor de omgekomen verkeersregelaar uit Hellevoetsluis. Ze begeleiden de rouwstoet van de aula in Hellevoetsluis naar het crematorium in Rotterdam-Zuid. Daar vormden collega's van de man een erehaag. En we willen met z'n allen een statement maken. Wij zijn een doelgroep die wordt vergeten. Wij zijn hulpverleners op de weg. Wij worden gezien als een puist op de weg. Wij hebben meer agressie over ons heen dan de politie, brandweer of de GGD. En nou is er eentje overleden door een situatie waarvan we zeggen dat komt bij ons zo vaak voor. Een stopteken negeren. We willen hier duidelijk een signaal afgeven dat nu eigenlijk toch wel een beetje de grens is bereikt. Want de agressie naar de verkeersregelaars die wordt steeds groter en steeds problematischer. We lopen iedere dag zo'n beetje 25 enge ziektes op. En we worden toch ook gemiddeld per dag 5 keer ter dood veroordeeld. En dat wordt nu toch wel zo langzamerhand te gek. Ik bedoel, je staat elke dag sta je met één been op de grond en met de andere been in het graf. Want zo werkt het gewoon. Ja, we worden genegeerd en we worden niet serieus genomen. En dat doet ons zeer. Ja, en dan krijg je dit en dan krijg je een situatie die is zo onwijs. Dat is gewoon onwijs. Kaar. Jongens uit Den Hoever, jongens uit Groningen, waarvan je denkt van ik ken je niet, maar kom hier gozer. Weet je? Dat maakt je die familie van verkeersregelaars.